Kijk maar, Inemine Mutte. Die. God, welke wordt dat nou, joh? Oh mensen, sorry. Hartelijk welkom bij Rollercoaster Tycoon. We gaan een achtbaan kiezen. Zoals ik had beloofd vorige week. En het wordt de intro. Okay, people, let's go to work. Mensen, ik ga een YOLO-actie uitvoeren en dat is speciaal voor deze aflevering. Ik ga de chocolate log nemen en waarom? Omdat hij bruin is en hij stinkt naar poep. Nee, natuurlijk niet, omdat hij kei duur is. Hij is echt verschrikkelijk duur. Maar, dat maakt niet uit, we gaan een mooie plek zoeken voor deze achtbaan. En de chocolate log zag er in mijn ogen echt fantastisch uit. Ik ga kijken of ik hem überhaupt wel kan plaatsen, want je zou zeggen dat hij hier gewoon zou moeten kunnen passen. Maar wat houdt het tegen? Niemand weet het. Zou ik hem gewoon kunnen klikken? Two heights for support. Ik wil hem zo graag hier in dit gebied hebben. Maar wat houdt het tegen, mensen? Wat houdt het tegen? Ik snap hier niks van. Ga hem plaatsen! Kom op! Hier wel. Oh, er zit wel heel dicht bij de mensen daar, hè? Maar dan kunnen we wel uitbreiden. Kun je hem in de hoek plaatsen daar? Hij heeft wel een hele lange wachtrij. Ik vind het wel een hele mooie plek voor de achtbaan. Klik! En schrik niet, we hebben nog maar $90 over. We hebben echt te weinig geld over. Dit was echt ongelooflijk dat ik dit heb gedaan. Maar hij zag er zo leuk uit. En ik maak hem dan ook maar gelijk $4. En hij heeft zulke leuke karretjes. Het is een lange achtbaan. Dat heeft gewoon... Ja, de breedte heeft het. Dus waarom niet? En ik verdien er ook wel gelijk geld bij. Hoor daar niet van. Maar hoeveel? We kunnen niks meer betalen. Want ik zit gewoon in de min. Ik kan gewoon geen pad meer betalen. Verschrikkelijk. Dit is echt heel erg. Kan ik dit naar beneden halen? Ook nog maar net. Oh shit. Ik heb gewoon geen geld meer. Ik moet echt veel gaan verdienen. Want dit schiet anders niet op. Nog één stukje. Kom op. 60 cent. We hebben 60 cent. Kom op. Ja, hij betaalt hem. Oké, nu kunnen mensen daar naartoe lopen. En dat betekent dat ik hem eigenlijk gewoon 4,50 ga maken. Hij heeft 3 bloksecties en we openen meteen deze bruine rollercoaster die mooi aansluit bij de Black Thunder Mountain ding. Zo heet hij toch? Dat denk ik. De Big Thunder Black ding. Waarom maakt hij dit stukje? Waarom? Not enough cash. Ik ben zat. Ik leen gewoon even $1000. Zo. Zo, huppakee. Niks gezien. Niks gezien. Ik hou me bezig met de rest van de attracties. Deze wordt duurder. Deze gaan we €4 maken. En deze maken we goedkoop. Want 21 wordt weer te veel voor de mensen. Vinden ze weer helemaal niks. Helaas. Number of rotations. Maak er maar 4 van. Dan is hij sneller klaar. En dan kan ik weer meer mensen erin krijgen. Logvolume gaat ook lekker. Wordt sowieso is dat een hele goede attractie natuurlijk. En als het kan wil ik nog hier een achtbaan maken. Maar dat kost zoveel geld. Dit is echt de grootste aanwinst die we hebben. En ik denk samen met deze wel een van de duurste attracties. Ik zou deze kunnen verwijderen. Maar dan... Ja, dan hebben we wel echt een plaatje gemist. Want dit is ook wel echt een... ik weet niet hoeveel mensen al in deze attractie zijn geweest. 204. Dat is ook niet zoveel. Dat is echt niet veel. Het spel gaat trouwens zo ver dat je kortingsbonnen kan kopen. Even kijken, dat stond hier. Voor een bepaalde attractie. Kijk, als je hier een advertentie plaatst. Dit zijn vouchers of vouchers. Dat zijn van die kortingsbonnen. Voor gratis attracties. Op een attractie. Maar ja, dan heeft het geen nut. Want de entry is al gratis. En dan is de attractie ook nog eens gratis. Dus dan maak je eigenlijk alleen maar verlies. Dus dat doe ik maar niet. En ik denk dat ik die 600 mensen wel krijg, weet je wel. Kijk, dit is de bar, dit is de park rating. Nou, dat gaat ongeveer... het heeft een beetje een kleine daling gehad in voor april nog. Maar dat gaat richting mei gaat dat wel weer omhoog. En we hebben genoeg gasten. We zitten nog maar in jaar 1, dus dat scheelt. En wat doen deze rare woestijnkaktussen hier nou in een groepje? Dat is net een familie, lijkt het net. Ik ben nog vergeten om bankjes te plaatsen. En ook een beetje verspreiden hier. Zo.
Een paar prullenbakjes. En dan maak ik opnieuw. Even kijken. Waar zit die? Waar zit die? Wc'tje. Hier zit de wc. En die plaatsen we natuurlijk hier bij de uitgang. Kijk, ik heb nou 3 wc's al rond het hele park. Dat is echt al een beetje te veel, denk ik. Deze maak ik 2 euro, de Twister. Raar, want als ik die Twister 2 euro maakte bij mijn andere park, dan kwam er niemand heen. En nu komt iedereen in één keer. Echt, het zit echt achter je oren bij sommige mensen. Nou, volgens mij zit dit helemaal vol, deze achtbaan. Ja, die zit helemaal vol. En hoeveel mensen gaat hij per uur krijgen? 12 bezoekers gekomen maximaal. 456 per uur. Popularity 100%. Kijk, dat wil ik horen. Dat volume kan niet duurder. 450. Het kan nu nog, hè? Dadelijk kan het niet meer. Spookers gaat goed. En deze... wat zeggen mensen over deze attractie? A really good value. Ik denk dat hij goedkoop is. Wacht maar. We maken hem 3,50. Oké, mensen gaan serieus. Ik snap dat niet. Mensen komen uit het spookhuis. Helemaal blij. Happy. En dan willen ze nog een keer naar het spookhuis. Na 1 keer heb ik dat toch wel gezien, weet je wel. Dat heb ik altijd bij de Villa Volta. Heb ik dan wel zoiets, weet je wel. Efteling van, ja, ik weet, ik kan bijna heel de show uit mijn hoofd vertellen. Waarom zou ik dan nog 10 keer moeten? Ja, daarom als ik in de Efteling ben, dan heb ik zoiets van, nou, ik hoef die Villa Volta eigenlijk niet meer te bezoeken. Want ik vind er eigenlijk geen reden meer aan. Maar dat is dan een beetje eigen mening, hè. Dit is wel een soort van Vincent, klik hem aan, maar ook weer niet, want het kost veel geld. En we hebben niet zoveel geld. Slim. Wat ik trouwens kan doen, om de bezoekers een beetje op tevreden te stellen, dat zijn camera's met televisietjes in de wachtrij. Kijk, kunnen mensen gewoon tv kijken wanneer ze willen? Zo. Jullie dachten dat het camera's waren om mensen in de gaten te houden. Nou, misschien zit dat er ook wel in. Maar volgens mij zijn het gewoon, ja, gewoon televisies voor in de wachtrij. Nou, hartstikke leuk bedacht. En wat een wachtrij staat hier ineens. Ik denk dat deze elkaar het 5 euro maken. Want we moeten sowieso die winst terug. Kan ik sowieso die euro terugbetalen? Of die $1000? Ik wil die wel iets terugbetalen als het kan, hoor. Zo, dan staan we gewoon lekker niet meer in de... Hier, huppakee. We doen gewoon terugbetalen. Dat is het beste wat je kan doen. Als je iets pakt, moet je het ook wel teruggeven. Want als je het pakt, dan stapelt het op. En dan heb je zoveel. Bam! En dan sta je het rood. God, waarom gaan mensen nou niet gewoon even... I feel sick. Daar staat een wc. Je mag erin. Het is gratis. Nou ja, 20 cent. Ik loog. Ik ga trouwens eens kijken bij de ingang hoeveel van die ijsjes er zijn verkocht. Want dan kan ik namelijk weten of ik hem goedkoop of duurder moet maken. 0 ijsjes verkocht? Waarom zijn er 0 ijsjes verkocht? Dat is echt bizar. En hoeveel drinken? 1 keer drinken verkocht. Wauw. Dit is echt triest. En, oh my god, nog 0 mensen hebben de wc bezocht. Ik maak er maar 10 cent van, want... Ik heb het gevoel dat mensen een beetje weinig geld willen uitgeven in mijn park. Enkel aan die attractie Lofvolume dan. Wow! Die mag rij! Damn! Wordt dit een 5,50? Dit wordt een 5,50. En mensen stormen massaal weer naar de ingang. Wauw. Kijk, ze kijken ook. Watching Chocolate Log. Echt fantastisch hoe ze dat doen. Ze kijken gewoon. Gaan we even kijken zo. Fantastisch, echt leuk gedaan. Ik vind het helemaal fantastisch. Je kan ook weinig decoratie doen. Kijk, ik kan hier wel zo'n random boom neerzetten, maar het ziet er gewoon niet uit. Dus dan zou ik eigenlijk van die... Ja, van deze boompjes moeten neerzetten een beetje in het park. Om toch een beetje... Ja, een beetje die sfeer bij te houden. Ik zal er maar een paar plaatsen, want het kost geld. We hebben er bijna weer 1000. Dat scheelt. Deze vind ik trouwens ook mooi, deze. Zo. Henning voor waterwoestijn. Hij is wel leuk. Waterwoestijn Madness. Madness, wat is dat in het Nederlands? Madness is
Gekheid, gekheid. Oké, dan noemen we hem gewoon heel droog. De waterwoestijn gekheid. Wauw, nou dit ziet er leuk uit. Dit parkje belooft nog wat. Ik zou hier nog trouwens even kijken. Kijk, ik zou hem hier kunnen maken en dan zou ik hem hier nog ook een attractie kunnen maken eventueel. Wel een beetje krap, maar ja, je moet wel alles in alles geven. Informatiekiosk wordt ontwikkeld. Wanneer komt hij uit? Op de 3e juni. Nou, toevallig. De informatiekiosk is er en jullie weten wat ik ga doen. Jullie weten het donders goed. Jullie weten het donders goed. Wachten tot het gaat regenen. En een paraplu. Flink wat geld. Eurotje. Eurotje. Ik plaats 2 informatiekiosken. Even verspreiden om het park. Hier in de hoek ook. En dan hoop ik dat het zo meteen gaat regenen. Nou, we zitten natuurlijk in een woestijnklimaat. Dus regen zal je weinig meemaken. Nou, de merry-go-round is weer gefixt. Holladier. Nou, in ieder geval, het levert wel wat winst op. Ik weet niet hoeveel mensen al deze attractie hebben bezocht. Ik denk niet zo heel veel, hoor. Oh, ik zit nou niet op de attractie. Daar hebben... Even kijken, hoor. Als ik het zie, hebben 126 mensen deze attractie bezocht. Dus er zijn 126 gekke personen die de... Ah, ik noem hem niet merry-go-round. Ik noem hem... De paardenslachters. Omdat je allemaal van die paardjes zag, leek me wel leuk om het een beetje grof aan te pakken. Er ligt trouwens kots daar. Kan iemand even aangenomen worden? Handymannetje. 1 extra erbij. Ik weet niet of dit park, of dat groter is dan het eerste level. Ik denk dat het nog kleiner is dan het eerste level, heb ik het gevoel. Ik weet het niet zeker hoor. Oh, hier ligt echt bijzonder veel kots. Dat betekent dat ik even iemand hier naartoe laat gaan en even een vast patroon laat geven. Zo. En dan blijft hij hier deze hele gang bedekken. Met zijn veger. Is nodig, want ik zie echt ontzettend veel kots overal liggen. En waarom bezoeken zoveel mensen deze attractie? Kan ik er 6 van maken? Misschien nog wel hoor. Er gaan net zoveel mensen in toen ik een 5,50 had gemaakt. Ik ruik winst. Ergens hier in de buurt. Ja, nu ruik ik het minder. Oh, nou ruik ik het ook heel sterk. Ik ga eens kijken hoe deze achtbaan gaat trouwens. Ik heb nog helemaal niet gekeken. Op mijn gemakje. Oh, hij verliest bijna speed. Maar dat is fantastisch, want dan kan hij weer lekker speed maken. Gaat hij naar beneden. Lekker compact ook. En deze zitten standaard in Rollercoaster Tycoon. En dat zijn meestal wel een van de mooiere layouts, vind ik zelf persoonlijk. Leuke, compacte, kleine achtbaan. Vervoerd. Hoeveel mensen hebben we nu al gehad? 242... Nee. Ik zie iets met een heel groot getal staan trouwens. 244 mensen. Het stapelt zelfs op. En er zitten zoveel mensen op de achtbaan momenteel. Dat is ook leuk om te zien. Zelfs iemand die kei misselijk is, die zit in die achtbaan. I feel sick. En dan gewoon weer een ritje maken. Niet in de wc gaan. Gaat hij nu wel? Nee, hij gaat zitten op een bankje. Dat is ook goed. Zit op een bankje of op de wc. Een van die dingen, dan ben je goed bezig. Merry-go-round, kom op. Moet ik hem goedkoop maken? 80 cent. Ik bied niet meer. En hoeveel lollies zijn er inmiddels verkocht aangezien ik de prijs heb verlaagd? 2 meer. Nou, jongens. Ongelooflijk. Deze meneer krijgt de Nobelprijs. Want die heeft namelijk een ijscream gekocht. En die zit lekker om een bankje te likken. Ik noem hem daarom ook. P-Likker. Deze meneer heet P-Likker. Ik vind het een hele mooie naam. Even kijken wat de volgende attractie wordt. In ons park. Eens even de koekeloeren. Koekeloeressen. Het wordt de... Gentle Ride. Het verscheen net in beeld. De Gentle Ride. En Gentle Rides, dat zijn vaak deze attracties. Dus we kunnen een reuzenrad verwachten. We kunnen een... ja, wat kunnen we meer verwachten? Een trail is een schommelschip. Dus we verwachten sowieso een rustige attractie. Ik ben heel benieuwd of we iets nieuws krijgen te zien dit keer. Want er zitten een hoop attracties in Rollercoaster. En elk level wat je hoger gaat, krijg je eigenlijk een attractie erbij. Ja mensen, ik ga het hierbij laten. Dit was de video voor deze keer. Ik ga jullie volgende keer hopelijk weer terugzien in een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 1. Houd het in mijn kanaal in de gaten. Zijn volgende week bij je terug. Ik zeg later! Dat was mijn intro.